even opnieuw. Ja. Ja, volgens mij nog een slide verder. Oké. En nog een verder, tot die formule waar we, ja, hier. Ja, hier was je ongeveer. Iets terug. Ja, nou, ik laat het zijn. Ja. Zo, ja. Ja. Oké. Hadden deze aannames had je al besproken? Ja, we hebben de aannames besproken. En die aannames komen natuurlijk omdat wij een soort diffuse vorm van het lichtveld aannemen. Nou, als je dat helemaal uitwerkt, dan komt daar deze formule uit. En dit is eigenlijk een eendimensionale benadering van de diffusiebenadering. Dus we gaan ervan uit dat het licht diffuus is, dat het een flux naar boven en naar onder heeft. En dat noemen wij de Kubelka-Munk-vergelijking. En hier zitten een paar componenten in die we, die we heel praktisch kunnen gebruiken. Daar zit een RS in, dat is de reflectie van het substraat. Dus wanneer wij ergens een meting willen doen, dan willen we ook graag weten, hè, dat zit ook in, dat heb ik net ook al gezegd, we willen ook weten wat de reflectie van het substraat is. Dat is een van die factoren in dat hele boekhouding. Daar zit een A en een B in. En die A en die B die hangen samen met absorptie en verstrooiing. Dat zijn de parameters die je uiteindelijk wil weten. En dat kunnen we dus doen door die meting te doen. De DBS is een dry blood stain. Dat is de bloedvlek die op dat substraat zit. Dat heb ik net al verteld. Nou zijn er met deze specifieke oplossing of benadering zijn er een paar kanttekeningetjes dat wij niet een μs en een μa, dus een absorptiecoëfficiënt en een verstrooiingscoëfficiënt direct bepalen, maar we bepalen een iets erbij wat daar lineair mee gerelateerd is. En die mu A, die hebben jullie allemaal gehad. Dat is eigenlijk de absorptievrije weglengte. En die mu S is die verstrooiingsvrije weglengte. Dus door deze meting te doen op dat bloedvlekje, door die meting te doen op het substraat, en daar deze formule op te fitten, zodat we voor iedere golflengte die A en die B hebben, kunnen we dus een heel absorptie en een verstrooiingsspectrum meten. Nou, die absorptie en die verstrooiing, die kunnen we weer uit elkaar trekken. Net wat ik net ook al heb verteld toen we het hadden over die bloedvlek van die vingerafdruk. Wij meten een spectrum waar verschillende componenten een bijdrage in hebben gehad. Wij kennen de afzonderlijke spectra, dus die kunnen we dan gaan fitten. Net zolang totdat we ons gemeten spectrum weer hebben. Daarbij gaan we wel vanuit dat de componenten de enige componenten zijn die aanwezig zijn en dat ze lineair bij elkaar optellen. En dat eigenlijk deze eerste aanname, dus de oxyhemoglobine, als bloed uit het lichaam komt, dan neemt het gelijk alle zuurstof van de lucht op. Dus dat wordt oxyhemoglobine, dat is dat helder rode bloed. Dan gaat het oxideren naar methemoglobine en dan gaat het vervallen, denatureren naar hemichroom. Nou, stel dat we een curve meten, een absorptiecurve, waar we de verstrooiing al van hebben afgehaald. Dan kunnen we dus deze hele simpele formule, kunnen we deze referentiespectra fitten aan ons gemeten spectrum. En dan krijgen we die C1, die C2, C3. En dat is de verhouding waarin die drie stoffen voorkomen. Nou, in dit geval heb ik dat voor bloed even genomen als voorbeeld. Voor blauwe plekken, dan kijk je natuurlijk weer naar andere componenten. Daar zit ook bloed in, maar daar zit bilirubine in, die gele groene stof, wat ik net al vertelde. Kijken we weer naar andere toepassingen, dan zitten daar weer andere componenten in. Maar als jij die referentiestoffen kent die je daar verwacht, en je kent de spectra daarvan, dus de referentiespectra, dan kan je dit doen om die spectra te ontbinden in alle bijdragende componenten. In dit geval zijn we er ook vanuit gegaan dat we een Lorentz-Mieskettering hebben, dat hebben jullie ook gehad. Waarbij we dus de verstrooiing afneemt met de golflengte. En die power, die N, dat hangt een beetje van de grootte van het deeltje ten opzichte van de golflengte af. En dat zijn de verschillende scatteringsregimes. Dus hier nog een keer het hele model. We hebben een transportmodel, waarbij dit de componenten zijn die we fitten, de A en de B. Deze willen we weer uit elkaar trekken en daar hebben we een paar aannames voor nodig. Van de verstrooiing en absorptie. Wanneer we dan de absorptie hebben, dan kunnen we deze daaraan fitten. En dan hebben we de combinatie van componenten. Hier nog een keer.
De meting op de bloedvlek vergeleken met een witte referentiestandaard. Meting op het substraat, hè, de ondergrond waar iets zit, want die heeft ook zijn eigen optische eigenschappen. Weer vergeleken met een witte referentiestandaard. Dan doen we die fit, waarbij we een paar dingen vastzetten. En dan krijgen we de concentraties van die drie stoffen. En dan kunnen we uiteindelijk die totale samenstelling weten. En om te corrigeren hebben we nog een standard normal variate, wat ik net heb verteld, ertussen om het corrigeren voor de verschillende afstanden, de kromming van de oppervlakken en dat soort zaken. Dus dit is onze hele analyse pipeline die we gebruiken in heel veel toepassingen. En dat gaat gewoon van oncologie tot aan agri, plantjes, tot aan het forensisch veld op de plaats delict. Maar telkens veranderen dus die drie target chromofoben. Dus als we nu even naar de toepassingen gaan, wat forensische toepassingen. Jullie hebben allemaal toepassingen van spectroscopie gezien. Als jullie wel eens naar NCIS, CIS, CSI, weet ik veel wat kijken, dan zie je altijd dit soort figuren. Waarbij ze een bepaalde kleur licht ergens op schijnen. En dan met een bril filteren ze daar weer een ander golflengtegebied uit. Dat is natuurlijk spectroscopie. Minder geavanceerd dan met een spectrale camera of met een spectrofluometer of met een spectrograaf. Maar dit is hoe het in de praktijk op de plaats delict wordt gedaan. Het is ook heel aardig voor televisie, omdat het er mooi uitziet. Die techniek, en dat is vooral fluorescentiespectroscopie, dus waarbij je een excitatiegolflengte op eiwitten bijvoorbeeld gooit en dan kijk je naar de fluorescentie die eraf komt, wordt heel veel gebruikt voor biologische sporen. Speeksel, sperma, urine, sporen vinden, bijvoorbeeld bij zedenmisdrijven. Dan krijg je dit soort vlekken, dit is een spermavlek. En dan zie je dat er hele sterke fluorescentie is. Dus wat we dan doen is, dan nemen we een blauwe lichtbron, korte golflengte, om veel energie in het molecuul te doen, dus dat die lekker wordt aangeslagen. Die valt terug naar zijn grondtoestand, zendt allerlei fluorescentie uit. Dat is de glow-in-the-dark-achtige. En dan heb je een bril op waarmee je de excitatielicht, dat blauwe licht, tegenhoudt, maar alleen het gegenereerde fluorescentie doorlaat. En dan zie je dit soort contrasten. Op die manier kan je dus een vlek die voor het blote oog onzichtbaar is, kan je dus heel duidelijk zien. De blauwe plekken toepassing, ook alle componenten in vingerafdrukken die fluoresceren. En dit is een combinatie van speeksel, wat fluoresceert, en bloed. Dus die kan je ook heel mooi uit elkaar halen. Het wordt ook heel veel gebruikt bij niet-biologische stoffen. Dus dit zijn papiersoorten. Die hebben allemaal hun eigen fluorescentiekenmerken. Dan kan je zien of er iets vervalst is, bijvoorbeeld. Dus er wordt heel erg veel gedaan aan fluorescentiespectroscopie en remissie. Dus reflectiespectroscopie, diffuse reflectiespectroscopie. In het forensisch veld al. En dat is eigenlijk de forensic medicine wat hier staat. Dit doet er niet zoveel toe. Het bakent een beetje af waar ons veld zich mee bezighoudt. We kunnen eens kijken naar de doodsoorzaak. We kunnen naar wonden kijken. We kunnen zien of iets een schotwond is geweest of een steekwond. We kunnen kijken naar type wapens, hoe hard iemand is geslagen, wat er gebeurd is, schottrajecten in het lichaam bijvoorbeeld, maar ook de ontbinding om bijvoorbeeld het tijdstip van overlijden te bepalen. En onze groep is dan gespecialiseerd in de spectroscopie daarvoor. Nou, wat er al wordt gedaan, liet ik net al een beetje zien. Dit zijn een paar voorbeelden van wond imaging, dus het in beeld brengen van wonden. Dit is ook gewoon spectral imaging, waarbij we wat ik net liet zien met die blauwe plek, waarbij je eigenlijk op een golflengte gaat zitten, waarbij de absorptie van een bepaalde component heel hoog is. Dus in dit geval is de absorptie van bilirubine, dus dat is die geelgroene stof, is heel hoog. En krijg je dus een contrast die heel moeilijk te zien is met het blote oog. Dus op het plaatje hier, ik weet niet of jullie mijn cursor zien, maar zie je hier heel vaag een blauwe plek. Als je dat met een blauwe lichtbron aanstraalt, waarbij de absorptie van een bepaalde component die echt bij die blauwe plek horen heel hoog is, dan zie je dus heel mooi die plek ontstaan. Nou, we hebben 500 of meer van dit soort blauwe plekken gemeten bij het letselspreekuur van de GGD. En daar ga je naartoe, of daar word je naartoe gestuurd als je bijvoorbeeld mishandeld bent, huiselijk geweld, overvallen op straat of iets anders waarbij een wond is ontstaan. Dan ga je naar de politie toe. Die doet een procesverbaal, waarbij je vertelt wat er gebeurd is, wordt opgetekend. En als daar wonden zijn, dan ga je naar de GGD. En de GGD kijkt dan naar je medische geschiedenis, of daar drugs of drank of weet ik veel wat bij in het spel is geweest. En ze leggen dan ook de wonden vast en beschrijven die.
Nou, als je bij de GGD komt met jouw verhaal, hè, dat je bijvoorbeeld een afweerwond hebt zoals dit, maar de arts kan het nauwelijks vastleggen, dan is het veel minder sterk dan wanneer je het hier goed kan vastleggen. Dus dit helpt bij het bevestigen van verhalen of misschien alibi's van eventuele verdachten of het ontkennen ervan. Hier op de donkere huid is het vaak nog moeilijker te zien, maar wanneer je dan weer een golflengte pakt, in dit geval in het groen, dus dit is iets van 520 nanometer, waarbij de absorptie van bloed heel hoog is, vergeleken met alle andere componenten in het weefsel, dan zie je dus dat hier een patroon ontstaat, wat dus een blauwe plek is. En bloeding is geweest in de huid. En dit is ook puur spectral imaging, spectrale beeldvorming. Geen chemische analyse, maar puur om contrast te krijgen. Hier ook komt hier een slachtoffer. En die, die zegt dat is wat er is iets gebeurd. En het lijkt voor het blote oog niks. Maar als je nou met een goede golflengte gaat kijken, dan zie je daar een hele sterk contrast ontstaan. En dat is dan een bijtwond geweest. Dus op die manier kan je veel beter die contrasten vastleggen. Daarbij zijn altijd een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat is ook al in de vorige colleges verteld. Maar dan zie je dat je die hele toolbox die je hebt gehad in je vorige colleges over verstrooiing en absorptie, dat je die voor dit soort toepassingen, dat je die ontzettend goed kan gebruiken om precies te weten wat je nou eigenlijk doet. Want in dit geval hebben we groen licht gebruikt, wat redelijk diep komt. Als we nou blauw licht hadden gebruikt, dan hadden we misschien een hoog contrast verwacht, hè, omdat bloed en bilirubine daar goed absorberen. Maar omdat de indringdiepte van blauw niet genoeg is, hadden we dit nooit gezien. Dus als je weet dat groen licht dieper komt en nog steeds een contrast kan geven, ga je dan naar een groene lichtbron. Dan ga je kijken of je daar wel contrasten ziet. Als je nou geen weefsel, biomedische optica achtergrond hebt, dan denk je, nou, ik zie helemaal niks. Dus zelfs met blauw licht niet, dus ik ga niet verder. En dat is in de praktijk al veel gebeurd. Dus we hebben veel naast die artsen gezeten, forensische artsen bij de GGD. En die gaan dan aan de slag met die forensische lichtbronnen. En die hebben daar een eigen theorie over. En vaak klopt dat niet. Dus als nou een wond nog dieper had gezeten, dan moet je naar nog langere golflengte toe om dieper in het weefsel te komen. Ja, dat is de verstrooiing. Die golflengteafhankelijke verstrooiing waar je van hebt geleerd. Dus op die manier kan je die theorie gebruiken door die dingen die je ziet veel beter te interpreteren. En dat leren we dus ook aan die forensische artsen allemaal. Nou, je kan ook fluorescentie gebruiken. Wanneer er een bijtwond is op huid, dan veranderen de bepaalde moleculen. Dus je hebt collageen en je hebt elastine, wat de huid flexibel maakt. Wat het stevigheid geeft. Maar als daar een kracht op staat, dan gaat de collageen gaat ook crosslinken. Er gaan allerlei effecten zie je ontstaan. En dan zie je dit soort patronen ontstaan wanneer je de weefsel inspecteert met fluorescentie. Dus je exciteert het met UV en dan komt dit soort licht eraf. Dit was eigenlijk een zwart-wit plaatje. Dus je kan spectrale beeldvorming en de theorie van biomedische optica, de indringdiepte van licht, je weet dat verstrooiing en absorptie, wat dat doet, kan je gebruiken om contrasten te verhogen. Maar je kan er eigenlijk nog veel meer mee. En dat is het andere voorbeeld van het forensische in het eerste deel van die colleges. Kindermishandeling, eigenlijk blauwe plekken, leeftijdbepaling, ik liet natuurlijk net al wat zien, is een groot probleem. Nou ja, dit zijn allemaal wat oudere cijfers. Het is nogal flink gestegen. Ook in Nederland is het aardig aan het stijgen. En je hoort het ook tegenwoordig vaak met het thuiszitten dat het aantal meldingen van kindermishandeling, zeker in Amerika, sterk omhoog gaat. Mensen zitten dicht op elkaar. En het is ontzettend lastig om voor een arts of een gezinsverzorging om dan te bepalen, is er iets kindermishandeling of niet? Je hebt vaak niet meer dan een gedrag van een kind, wat bang is misschien. Dan kan je kijken of daar afwijkend gedrag is. Misschien is de verklaring van de gezinsverzorger of de ouder, of degene die voor dat kind zorgde, is niet overtuigend. Dus dat het niet past bij het patroon wat je ziet, dat kan iets zijn. Ja, als een kind zich ontwikkelt en het gaat kruipen of het gaat lopen, dan zijn er hele specifieke locaties waar je blauwe plekken verwacht.
En er zijn ook locaties waar je echt geen blauwe plekken verwacht. Dat is die wounds in consistent with developmental skills. En je hebt allerlei kleuren van blauwe plekken die heel moeilijk te interpreteren zijn. Als je niet weet, hè, wat jullie nu weten, wat verstrooiing en absorptie doen. Dus er is eigenlijk niets goeds te meten. Er is niets te kwantificeren om kindermishandeling vast te stellen of te bevestigen. En waar dus de mensen van uitgaan is het niet-pluisgevoel. En dat is de officiële term, niet-pluisgevoel. Het gedrag klopt niet, of het van de ouders of het kind klopt niet, of die wondlocaties kloppen niet. Nou, in het AMC hebben we een heel team kindermishandeling. Dus als daar een niet-pluisgevoel is bij een arts of een verpleging, dan wordt een zaak ingebracht bij het team kindermishandeling. En die legt al dit soort zaken bij elkaar, totdat het vermoeden zo sterk is dat er wordt ingegrepen. En dat is vaak heel ingrijpend natuurlijk. Dan wordt het kind weggenomen soms van het gezin, of er zijn andere maatregelen. Heel belangrijk dat het goed gedaan wordt. Maar tot nu toe kan je daar niks aan meten en je hebt eigenlijk alleen het verhaal en gedrag. Dus we zijn aan de slag gegaan om weer een kleur, om weer dingen te meten aan die blauwe plekken, waarmee we eventueel de ouderdom, dus het moment dat een kind geslagen is, zou kunnen bepalen. Nou, hoe gaat dat? We kennen het allemaal. Dat zit heel dicht bij huis. We kunnen er wel iets over zeggen. Kleurverandering. En kleurverandering, dat is natuurlijk typisch iets voor spectroscopie. Want dat is spectroscopie. Het zien van kleur. Er is geen goed protocol voor. Dit is een protocol wat de kinderarts heeft gebruikt een hele tijd lang. Dat is van het AMC. Van het MA Kinderziekenhuis. Rood 0 tot 2 dagen, groen, blauw 2 tot 5 dagen, groen 5 tot 7 dagen. Nou, heel grof eigenlijk allemaal. En als je dan naar de literatuur gaat kijken, je kijkt bijvoorbeeld naar geel, dan zie je een week, 8 tot 10 dagen, 2 weken. Nou, er zijn allemaal protocollen voor. En daarom kan je die leeftijd niet bepalen op basis van visuele inspectie. Dus je moet wat meten. Als dit nou een klaslokaal was geweest, dan zou ik kunnen vragen waarom zou dat niet te meten, waarom zouden die kleurverschillen ontstaan ook voor twee blauwe plekken van dezelfde leeftijd? Weet iemand dat? Het aantal bloedvaten, de hoeveelheid van het bloedvat en de hoeveelheid bloed wat er doorheen stroomt. Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke component die bepaalt hoeveel bloed er ontstaat. Maar dit hangt samen met waar ik net over vertelde en dat is een beetje verstrooiing. Het hangt samen zelfs met waarom de lucht blauw is en waarom wij eigenlijk een blauwe plek blauw noemen. Waarom is dat? Weet iemand dat? Waarom is de lucht blauw? Ik moet al een keer langsgekomen zijn. Eve of David ook een keer. Manouk? Dat is omdat blauw licht meer verstrooid wordt, toch? Door... Ja. Ja, heel goed. Dus dat is eigenlijk die Rayleigh-verstrooiing. Hele kleine deeltjes. Die hebben veel meer effect op die kortere golflengte dan de lange golflengte. Als op de lange golflengte. Dus als licht de atmosfeer inkomt, dan wordt het blauwe licht veel meer verstrooid dan het rode licht. Dus daarom staan we in een soort diffuse bal van blauw licht altijd, een blauwe lucht. En in weefsel is dat niet anders. Dus het blauwe licht gaat erin en wordt heel sterk verstrooid en komt er dan weer uit. Dus als het groene licht komt dieper en het rode licht komt nog dieper. Dus als nou een vat, en dat zie je ook pols, hier zie je groene vaten of blauwe vaten, terwijl er niks groens of blauw zit. Zou ik normaal vragen, maar het is een beetje lastig zo. Het is natuurlijk de diepte die heel erg belangrijk is hier. Als dat blauwe licht helemaal niet diep genoeg komt, dan wordt het gewoon rond verstrooid en dat wordt weer uit je weefsel verstrooid. Dus dan zie je relatief meer dan dat groene licht, wat misschien wel diep genoeg is gekomen om dat vat te zien. Dus bij een bepaalde diepte wordt groen veel meer geabsorbeerd dan dat blauw. Dus lijkt het vat blauw.
En ook het rode licht komt nog dieper, dus dat ziet dat vat ook. En dat wordt relatief ook meer verzwakt dan het blauw, dus dat lijkt blauw. Als het vat dan iets nog meer oppervlakkig komt, dan zullen alle golflengten dat vat weer zien. En dan heb je weer te maken met het feit dat bloed het blauw en het groen veel sterker absorbeert dan het rood. En dan zie je het weer als rood. Dus als een vat heel diep ligt, dan ziet het er eigenlijk groen-blauw uit. Als dat alleen maar wordt gezien door de rode golflengte. Als iets oppervlakkig is, dan wordt het groen geabsorbeerd. En dan is alleen het blauw onaangedaan door dat vat dat daar ligt. Dus dan zie je het weer als blauw. En als het dan nog minder diep ligt, dan komen alle golflengten daarin. En dan is het absorptiegedrag van bloed weer belangrijk. Dus dan zie je het weer als rood. En bijvoorbeeld die hele oppervlakkige vaatjes die sommige mensen in hun neus hebben of in hun benen. Spiderveins, dat soort zaken. Die zie je weer als rood. Terwijl de vaten bijvoorbeeld hier, die op enige diepte liggen, zie je als groen. Dus wanneer je een blauwe plek hebt en die ligt op enige diepte, dan hangt die diepte, die is heel belangrijk in die perceptie, welke kleur die voor het oog lijkt. Dus je zou nooit kunnen zeggen van, hé, dat is blauw of dat is groen, of dus het is zo oud. Dat hangt van veel meer factoren af. Ook de kleur van de huid, maar ook de dichtheid van de bloedvaten erboven. Dat is allemaal belangrijk. Dus een lastig probleem, heel moeilijk op te lossen zonder daar goede kwantitatieve metingen te doen. En zonder die toolbox te gebruiken die jullie inmiddels hebben. Over verstrooiing en absorptie en lichttransport. Dus we zijn naar blauwe plekken gaan kijken. Die verkleuren kan je goed meten, maar dan heb je nog steeds niet al die factoren eruit gedeeld. Dus we zijn begonnen met het meten van heel veel blauwe plekken. Om beter te begrijpen wat er nou precies gebeurt. We hebben gekeken naar hoe snel ze opkomen en waar het dan zou verdwijnen, dat geel-groene, de bilirubine. Maar eigenlijk wist niemand dat in de kliniek. Niet de pathologen, niet de dermatologen, niet de hematologen. Omdat eigenlijk niemand daarin geïnteresseerd is. Klinisch is natuurlijk alleen maar belangrijk. Waarom heb je die blauwe plek en waarom ontstaan er soms meer blauwe plekken? Is er een stollingsstoornis? Maar het maakt niemand wat uit hoe snel ze weggaan en hoe die dan weggaan. Dus dat hebben we eerst uitgezocht door gewoon heel veel blauwe plekken te meten. Hier zie je een aantal blauwe plekken waarvan je al ziet dat die kleuren verschillend zijn. Dat ze er allemaal net even wat anders uitzien. Afhankelijk van de ouderdom, de diepte, de kleur van de huid. Soms is de huid een beetje beschadigd en soms niet. Dus we hebben meer dan 500 blauwe plekken gemeten op mensen die bij het letselspreekuur kwamen van de GGD. Maar ook op studenten. We hebben een hele mooie methode om gecontroleerd blauwe plekken aan te brengen bij mensen. En die hebben we ook allemaal doorgemeten om dus te kijken hoe zo'n blauwe plek verloopt in de tijd. En hoe dat helingsmechanisme is. Want dat is het natuurlijk. Nou, er staat een plaatje overheen. We kunnen de snelheid daarvan kunnen we modelleren in allerlei modellen. Zal ik zo nog even laten zien. En we kunnen de kleur kunnen we meten met spectroscopie. Even ere wie ere toekomt, we waren daar niet de eerste mee. In Noorwegen was daar in 2009 ontstonden er al artikelen. Dus dat is vrij lang geleden. Waarbij er werd gekeken met spectroscopie naar blauwe plekken. En dat was dan, gingen ze vooral op sporters meten. En wij hebben dat toen vertaald naar een toepassing voor de kindermishandeling. En we hebben het model uitgebreid. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gemeten. Spectroscopie, puntmetingen en spectrale camerametingen. En dan krijg je dus op een bepaald punt, krijg je dan een bepaald spectrum. Hier weer die twee pieken van oxyhemoglobine. En dan zou hier een beetje het schoudertje van bilirubine zitten. En we hebben gekeken hoe dat varieerde en wat de kinetiek daarvan was in blauwe plekken. In dit geval, dit is een subset. En daar hebben we gezien dat het echt een beetje chaotisch is. En dat komt natuurlijk omdat het van verschillende diepte komt en omdat de kleur van de huid er nog in zit. Dus toen dachten we, hoe gaan we nou rekening houden met al die factoren. Met de dichtheid van de huid, met de snelheid waarmee dat bloed er doorheen stroomt, waarmee het bloed wordt omgezet in bilirubine en dat soort zaken. Dus toen hebben wij als fysici, heel naïef, hebben wij een gedacht, dat gaan we modelleren met een finite element model of een finite difference model. Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk wel eens gehad, waarbij je een heel complex probleem opknipt in heel veel hele kleine probleempjes die wel op te lossen zijn. En in dit geval hebben we de huid opgedeeld in drie lagen. Dus hier een laag die eigenlijk van
hè, waar de bloedvaten zitten, onder de huid. Hier de huid en hier een soort toplaag, de dermis, het toplaagje waar niks doorheen komt. En we zijn ervan uitgegaan dat we hier een bloedpoel hebben. Dus dit zijn allemaal cellen, eigenlijk allemaal blokjes. En in die onderste cellen ontstaat dus bloed, doordat daar vaten lek gaan. Dus dit bevat bloed. En dan kan je met dat finite difference model, doordat je weet hoeveel bloed er van het ene celletje naar het andere gaat, een bepaalde afstand aflegt, in een bepaalde tijdseenheid, kan je die verdeling van dat bloed volgen in de tijd. Het is een beetje vaag nog. Maar stel dat je een blokje hebt en die stop je helemaal vol met bloed. En je weet aan de hand van natuurwetten, de diffusiviteit van die stof die je weet, dat er in een bepaalde tijdseenheid, zeg een seconde, gaat zoveel procent naar het blokje ernaast. Ja, dan moet je dus de weefseleigenschappen erin doen en je moet die diffusiviteit hebben. Dan kan je dus dit proces kan je simuleren. Dus dan neem je aan, we nemen een tijdstap van een seconde en ik plaats zoveel van dat bloed in het hokje hiernaast. Dan heb je dus de nieuwe situatie na een seconde. Twee blokjes met een beetje bloed erin. En dan ga je zeggen, nou, wat gebeurt er in de volgende seconde? Er gaat weer wat bloed hier vandaan daar naartoe, maar er gaat ook bloed hier vandaan naar het volgende blokje. En dat wordt helemaal geregeerd door wetten, hè, door stromingswetten. Door wetten van diffusie van vloeistoffen in weefsel. Nou, dat kan je dus met blokjes naast elkaar doen, maar je kan het ook in een driedimensionale grid doen. Dus ik heb hier een blokje bloed. Hoeveel gaat er nou in één seconde naar het blokje hierboven, hieronder, naar links, naar rechts? En dat kan je dan doen voor alle blokjes daaromheen. Dus hier hebben we in bepaalde blokjes bloed gestopt. Dat is onze bloedpool. We hebben net een klap gegeven. En hoeveel van dit bloed diffundeert nou naar onze buurblokjes? Dus diffundeert in de huid, hè, onze fysicus huid, en diffundeert naar boven. Nou, dan krijgen we een bepaalde verdeling ook in deze blokjes. En door nu iedere tijdstap, dus iedere seconde, door al die blokjes te gaan en te kijken hoe die vloeistoffen uitwisselt met de buurblokjes, krijg je dus een heel verloop in de tijd van die blauwe plek, dus die diffusie van dat bloed in de huid. En dat wordt heel vaak gebruikt voor diffusie door complexe media, door poreuze media bijvoorbeeld. En daarbij is het natuurlijk niet mogelijk om andere stromingswetten te doen. Navier Stokes heeft vaak geen zin en is totaal onoplosbaar voor dit soort situaties. Maar door hele simpele diffusiewetten te nemen, en in dit geval hebben we de wet van Darcy en de wet van Fick genomen, en het numeriek op te lossen, kan je zo'n complex probleem als een bloedpoel in de huid, kan je dus het verloop daarvan in de tijd kan je dus simuleren. En dat is ons finite difference model. Nou, er zitten wel heel veel parameters in natuurlijk. We hebben hoe makkelijk die vloeistoffen stromen. Dat is de conductivity van de vloeistof. Dat bepaalt natuurlijk hoeveel er in een bepaalde tijdstap van dit hokje naar dit hokje gaat. Je hebt een bepaald drukverschil. Dus voor actieve diffusie zit hier nog bloeddruk. En hier zit geen druk, dus het wordt naar buiten geduwd. Als het vat dicht is, dan krijg je passieve diffusie, puur door concentratieverschil. Je hebt een bepaalde reactie, omzetting van hemoglobine naar bilirubine. Dat is enzym gecontroleerd, dus dat is een Michaelis Menten reactie. Daar kom ik zo ook nog even op terug. En er zijn allerlei van dit soort factoren die je kan invoeren in dat model. Sommige kan je uit de literatuur halen. En bijvoorbeeld de grootte en de vorm van die bloedpool, die kunnen we met onze spectrale camera bepalen. Dus hier een voorbeeld. Hier hebben we een bloedpool ingebracht in die blauwe plek. Onze computerblauwe plek. En die hebben we gewoon in de tijd gevolgd. Dus die gaat naar de zijkanten, gaat die diffunderen. Die gaat naar de bovenkant diffunderen en dan gaan we hem zien hier. En ondertussen is er een omzetting van hemoglobine naar bilirubine. En dat is een enzymreactie. Dus dan zie je eerst in die toplaag, want daar kijken we hier naar, zie je dat hemoglobine ontstaan. Je ziet hier al wat bilirubine, eigenlijk zoals we het ook zien in de huid. Dan zie je hier heel veel van de hemoglobine is omgezet in bilirubine en dan zit daar weer bilirubine omheen. En hier is de hemoglobine omgezet. Dan zie je alleen nog die geel-groene in de huid, zie je die vlek zie je. Dus we kunnen dat helingsproces van die blauwe plek, kunnen we nu ook simuleren. Nou hebben we dus iets in handen om... waarmee we aan de parameters kunnen draaien om die snelheid van heling te simuleren. Dus wat we nou doen
Wij meten de blauwe plek van een slachtoffer op bepaalde tijdspunten. En dan gaan we kijken hoe dat verloop van die blauwe plek, hoe die vorm verandert, hoe die concentraties, hemoglobine en bilirubine veranderen. Dan brengen we die blauwe plek in dat model. Dan gaan we simuleren. En als die twee precies hetzelfde zijn, hè, als we onze heling hebben gesimuleerd op de goede manier, dan weten we dat de parameters in het model goed zijn. Als het nou niet zo is, en dat is natuurlijk per persoon verschillen die, dan gaan we die parameters, dan gaan we de diffusiviteit iets veranderen. Dus stel dat iemand een lossere huid heeft, dan zal de diffusiviteit iets hoger zijn. Dat kunnen we dan ook in ons model veranderen. En we gaan die parameters veranderen, die enzymactiviteit en die diffusiviteit, net zolang totdat onze simulatie hetzelfde kinetiek heeft als onze metingen op een patiënt of op een slachtoffer. En als dat zo is, hebben we voor die specifieke persoon, hebben we dus de diffusiviteit en de enzymactiviteit hebben we goed gezet. En dan kunnen we terugrekenen naar wanneer die blauwe plek ontstaan moet zijn. En dat is iets wat we in dit model hebben gedaan. Dus wij meten, dat kan je, nou, je kan dit soort vlekken meten. Je kan bepalen wat de RGB-waarden zijn of je kan een heel spectrum nemen. Je kan dit meten, je kan een spectrale kubus meten. Dan krijg je per pixel krijg je een bepaald spectrum eruit. Hier zie je de hemoglobine, hier zie je de bilirubine. Dan kan je daar maps van maken, omdat je natuurlijk een spatiële verdeling van die chromoforen hebt. De hemoglobineverdeling, de bilirubineverdeling. En dit is de melanineverdeling, dat is die donkere, dat is eigenlijk wat de huid kleur geeft en wat sproeten kleur geven of wat moedervlekken kleur geven. Dus die zie je hier terug. Dus hier heb je eigenlijk de componenten van de huid gescheiden in zijn componenten. En daar kan je dus weer een model op fitten om die concentraties x1, x2, x3, x4, x5 te bepalen. Dus hier heb je een blauwe plek, de hemoglobinegebieden, de bilirubinegebieden, de melaninegebieden. En daar kan je dus mee werken. Nou heb je zo'n hemoglobine map. Je wil weten hoe groot dit oppervlak is. Want dat is eigenlijk wat je gaat gebruiken. Dus dan kan je een thresholding doen. Dan ga je binariseren. Dus je maakt er een binair plaatje van met een bepaalde threshold. Je ruimt al deze ruizen op met allerlei beeldverwerkingsalgoritmen. Dus hiermee worden de kleinere deeltjes opgeruimd die nergens aan vastzitten. En dan hou je op een gegeven moment de grootte van je hemoglobinegebied over. En dan kan je dus zo'n map maken. Dan doe je hetzelfde met bilirubine. Dan krijg je de grootte van je bilirubinegebied. Nou, dit is natuurlijk daar heb je de blauwe plek, heb je helemaal ontbonden in die componenten die er zitten. En dat ga je vergelijken met wat het model dan geeft. En dan kan je bepalen, dan ga je simuleren, totdat dat gebied even goed verandert als in het model. En dan heb je uiteindelijk de goede tijdstippen bepaald. En dit is het voorbeeld daarvan. Dit is de hemoglobine, dus die rode stof, wat uit de vaten komt. Daar zie je daar een bepaald gebied van en dat neemt weer af. Dan zie je dat een gedeelte van die hemoglobine wordt omgezet in bilirubine. Dat is deze lijn. Bilirubine is veel kleiner. Een kwart van de maat van hemoglobine diffundeert makkelijker door de huid. Dus dat is vaak een groter gebied. Dat zie je hier. En dan wordt het weer afgebroken. En dan is dit wat ons model voorspelt. En als je dat dan terugrekent naar het punt T is 0, waarop die curve begonnen moet zijn, dan kom je dus op de ouderdom van die blauwe plek terecht. In dit geval zijn we na 20 uur nadat die ontstaan was, zijn we begonnen met meten. We hebben hier wel heel veel metingen gedaan. En dan kwamen we uit op een fout van een half uur ongeveer. En dus, nou ja, we hebben wat meer simulaties gedaan. Bij een blauwe plek van 2,2 dagen kwamen we op een fout van 6 uur. En wanneer we pas na 5 dagen zijn begonnen, dus eigenlijk hier, als we deze punten gebruiken alleen, dan komen we op een fout van 9 uur uit. Nou, is dat voor een fysicus, iemand die exacte chemie doet, is dat ontzettend onnauwkeurig. Maar voor ons is dat eigenlijk voor het eerst dat we een tijdsbepaling kunnen doen. En hiermee kunnen we dus ook laten zien, wie was er op dat moment bij dat kind?
Als we het op 6 uur kunnen bepalen, dan kunnen we het dagdeel bepalen. Of dan kunnen we zien, is het op meerdere dagen veroorzaakt? Of het is het op 1 dag veroorzaakt? Is het veroorzaakt op de dagen dat het kind, weet ik veel bij wie was? Of hè, thuis? Of, we hebben in ieder geval iets in handen om iets te kunnen zeggen over het scenario wat geleid heeft tot die blauwe plek. Dus dat is dit project laat heel goed zien dat je daar de biomedische optici voor nodig hebt om te snappen wat doet het licht in weefsel, waardoor worden de signalen beïnvloed, wat is het weefseltransportmodel. We hebben daar artsen bij nodig die snappen welke stoffen daar ontstaan en hoe dat zich beweegt. We hebben daar ingenieurs voor nodig die metingen kunnen doen. We hebben mensen nodig die dit soort modellen kunnen programmeren. Dus je ziet dat die toolbox die jullie nu hebben geleerd ontzettend belangrijk is voor het oplossen van dit soort complexe problemen. En dat je echt al die kennis nodig hebt voor voor het ontwikkelen van dit soort toepassingen. Te kijken ook met welke kracht het is aangebracht. Dat is vrij lastig, daar zijn we nu wel mee bezig. Maar je ziet vaak dat de bloedpool zich anders ontwikkelt als er met meer kracht wordt geslagen. Dus we hebben we hebben eigenlijk een epidermis, dat is die toplaag, tophuid. Daar zit geen bloed in. Dat is ook, dan heb je de derm of de epidermis, dan heb je de dermis. En daar zitten de bloedvaten en dan heb je het vaatbed daaronder. En daar zitten de grotere bloedvaten. Dus de kracht die bepaalt wel een beetje waar de grote scheuren ontstaan. Of dat in de kleinere vaten is of in de grotere vaten. En we zijn nu wel met het model bezig om ook die dikte van die lagen te variëren. Of als een soort fit parameter. Om te zien of we daar de kracht uit kunnen halen. Maar dat is een hele moeilijke. Daar wordt op dit moment zijn we daar wel mee bezig. Zijn er nog andere vragen? Ja, als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een verdachte of zo, en die verdachte heeft misschien een ernstige luchtwegziekte of een bloedaandoening of zo, dan zijn de beginwaarden van een bloedvlek of een iets dergelijks toch anders? Ja. Ja. Want we hebben heel veel mensen onderzocht. We hebben natuurlijk ook veel mensen met stollingsziektes. Die wel een duidelijk ander profiel laten zien bij blauwe plekken. Mm-hmm. En wat we dan zien is dat die diffusiviteit, de uitbreiding van het bloed, eigenlijk veel hoger blijft. En dat is een van onze fitparameters in onze modellen. Dus dan moeten we op iets meer tijdpunten meten. Om meer informatie te hebben over de kinetiek van die specifieke blauwe plek. Maar dan kunnen we die diffusiviteit kunnen we wel meenemen als parameter. Maar waar we eigenlijk naar kijken, is naar vrijgemaakte hemoglobine. Dus waar de cellen zijn in principe kapot, wanneer het uit het pad komt. Dus in dat opzicht maakt het weer niet zoveel uit of je een chronische ziekte hebt of niet. Maar we zien dat we daar een andere diffusiviteit hebben. We hebben ook gekeken naar rokers bijvoorbeeld. Die hebben ook een hele hoge carboxyhemoglobine maat in het weefsel. Of dat effect heeft in de stolling. We hebben naar allerlei gekke geneesmiddelen gekeken. Maar het is voor ons het meest lastig inderdaad wanneer iemand een stollingsziekte heeft of daar een aandoening aan heeft. Dat is waar. Oké. Okay. Maar omdat wij specifiek kijken naar kinderen, is dat vaak nog niet aan de hand. En kunnen we toch met heel veel zaken wel terecht. Ja. Maar heel goed. Kijk, wij vergelijken dit altijd met de huidige situatie. Maar op dit moment is er geen andere gouden standaard waarmee een ouderdom te bepalen is. Mm-hmm. Dus als we al iets hebben, dan kunnen we daar het gesprek mee aangaan met een eventuele verzorger of ouder. Ja. En dat is belangrijk. Ja. Ja, ja. En dan zullen we dadelijk even nog een groepsopdracht in het tweede deel. Dus niet in het eerste deel. Dus we nemen zo even pauze. Maar ik zal even
Even nog snel een andere forensische toepassing behandelen. CSI, Crime Scene Investigations, waar we heel erg aan werken. Eigenlijk is die grotendeels hetzelfde als die blauwe plekken. Het is iets simpeler. Dus dat kan ik even snel behandelen. En dan nemen we even korte pauze voordat ik verder ga met de klinische toepassingen. En daar heb ik wel een klein opdrachtje in. Maar wij zijn via die blauwe plekken zijn we natuurlijk met het Nederlands Forensisch Instituut aan de slag gegaan. En de politie, we werken samen met de Nationale Politie en het Forensisch Instituut. Voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor plaatslikonderzoek. En wat ik ook niet wist, maar moest horen van de forensische mensen, is wat zijn nou de typische vragen die iemand heeft op de plaats likt? Als je bloed ziet op een plaats likt, dat is voor ons, nou ja, je ziet bloed, dus het is bloed. Maar dat is vaak, lijkt dat helemaal niet zo zeker op bloed. Het kan ook koffie zijn of theevlekken of andere vlekken, vaak al, zeker als het op een gekleurde ondergrond zit. Dus dan moet een bloed worden gesampled. Dan wordt er vaak een kleurentest gemaakt waarbij een verkleuring ontstaat als het echt bloed is. En het ijzer in het bloed is dan een katalysator voor die kleurreactie. Maar dan moet het gesampled worden, bemonsterd worden. Dus dan ben je al invasief bezig. Dus dat is een test. Is het bloed? Nou, dat is eigenlijk een hele moeilijke op de plaats likt vaak. Dus dan moet echt getest worden en dan ben je al invasief bezig. Van wie is het? Nou, daar hoeven we niet meer aan te werken, want we hebben DNA uiteraard. Ja, hoe is het daar gekomen? Dat is eigenlijk is daar een hele specialiteit voor. Dat is bloedspat. Patroonanalyse, dat is die deur hieronder, zie je een heel patroon. En je ziet eigenlijk alsof het bloed er zo in verschillende spurts is opgespoten. En een bloedspatpatroonanalyse specialist zou dan kunnen concluderen dat dit een arteriële bloeding is geweest. En op die manier wordt er naar gekeken. Ook de vorm en de grootte van die bloedspatten vertellen heel veel over het voorwerp wat is gebruikt, hoeveel kracht er is gebruikt. Hoeveel keer er is geslagen, zie je, omdat er bloed van het slagvoorwerp afkomt en dat sporen maakt op het plafond. Dus dat is een heel apart specialisme, daar gaat dit ook niet over, hoe is het daar gekomen. Maar wanneer is het daar gekomen, dat is natuurlijk heel erg vergelijkbaar met die blauwe plek, daar is eigenlijk nog geen enkel antwoord op. Daar is geen enkele techniek in de forensische wereld wat dat kan beantwoorden. En dat is natuurlijk heel gek, want als mijn bloed wordt aangetroffen, dan zeg ik, natuurlijk is het mijn bloed. Maar het ligt er al een week. Ik was hier en ik heb me geschoren en ik heb me gesneden. Of ik was hier en ik ben tegen die balk aangelopen en er zit bloed op. Dus eigenlijk is dat tijdstip dat bepaalt of iets forensische waarde heeft. Of het aan die zaak kunnen hangen. Want je kan altijd wel bepalen van wie... Nou ja, het moet wel in de database zijn. Maar je kan altijd wel bepalen of het bloed bij iemand hoort die je als verdachte ziet. Soms staat degene bij wie het bloed hoort natuurlijk niet in de database. En dan weet je nog niks. Maar stel je hebt een verdachte, je hebt bloed en het matcht. En die verdachte zegt, ja, het is een maand oud, want ik woon hier. Dan heb je niks. Dus die ouderdom is eigenlijk een soort heilige graal, ook op de plaats likt. Net als bij die blauwe plekken, zodat je meer te weten komt over kindermishandeling. Is het ook op die plaats likt, is het een soort heilige graal eigenlijk. Dus twee dingen kan je al bedenken. Is het bloed? Nou, dat hebben we een beetje al gezien. We hebben die specifieke absorptiekrommes van bloed, die kunnen we zien. Dus we kunnen met een spectrale camera kunnen kijken naar vlekken op de plaats likt. En dan kan een algoritme wat we hebben die naar die spectra kijkt, kan zeggen, hé, dat is bloed. Maar omdat we de chemische samenstelling meten en de chemische samenstelling die verandert in de tijd. Dat heldere rode bloed, oxyhemoglobine, wordt omgezet naar bilirubine. Kunnen we ook iets zeggen over de ouderdom. En dat kan niemand anders in de wereld. Terwijl het eigenlijk zo simpel is, want het is in twee zinnen uit te leggen. Dus dat is ook wel weer helemaal te gek. De chemische samenstelling. In blauwe plekken zagen we net. Daar heb je dus oxyhemoglobine en hemoglobine wat uit die vaten komt. En dat wordt omgezet door enzymen in bilirubine. Buiten het lichaam gaat het wat anders. Daar komt bloed vrij. Dat komt in contact met zuurstof. En dan wordt het dus oxyhemoglobine, HbO2. Dat is dat mooie helder rode vloeistof wat we allemaal wel kennen. Daarna oxideert het ijzertje. Dus Fe2+ gaat naar 3+, dat oxideert in methemoglobine. Nog steeds een eiwit dat denatureert naar hemichroom. En het mooie is dat die drie componenten hebben allemaal hun eigen absorptiespectrum, ook nog in het zichtbaar gebied. Dus het verandert van kleur. Dus wat we allemaal weten, helder rood wordt steeds donkerder en op een gegeven moment wordt het bijna zwart. En dan is het naar hemichroom gegaan. En dat zie je ook hier in die spectra. We zagen net naar
zaten we naar spectra te kijken die andersom, die op, hè, dit is een beetje op z'n kop. Maar hier kijken we naar reflectance en niet naar absorbens. Dus gewoon één gedeelde absorbens is de reflectance. En dit is ook nog SNV, dus standard normal variate. Dus het spectrum loopt hier van min 1,5 naar 1. Dus het is een beetje een gek spectrum. Maar waar je op moet letten zijn de pieken en de dalen. En hier zie je twee dipjes. In reflectance dipjes. Dus het zijn absorptiepieken van oxyhemoglobine. En die zie je in de loop van de tijd verdwijnen. Dus dit zijn verse en deze is een week oud. En hier zie je een absorptiepiek opkomen. En dus weer een reflectie afnemen. En dat is de absorptiepiek van methemoglobine. Je ziet dus eigenlijk hier, als de wijzer van een klok, zie je die helling omklappen. Als functie van ouderdom, als een soort klok. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi begin om eens te kijken of we hier wat mee kunnen. Zeker omdat het zo belangrijk is in de forensische wereld. Nou, hier zie je de spectra apart nog een keer, dus reflectie weer. Dit zijn de dipjes, dus absorptiepieken, oxyhemoglobine. Dan zie je hier die pieken nemen wat af en hier komt een extra absorptie bij. Na een dag, na 7 dagen en na 56 dagen zie je het nog meer veranderd. En die kan je dus weer ontbinden in oxy, methemoglobine en hemichroom. Nou, hier zie je dezelfde grafieken nog een keer, maar nu na een maand. Hier zie je nog minder van die oxypieken. En hier die absorptiepiek van dat methemoglobine. En dit effect, dat gaat dus... En dat vonden wij ook ongelooflijk. Het gaat dus 2 jaar door. En dit is een grafiek waarbij de hoeveelheid van die componenten geplot zijn. Dus dit is de oxyhemoglobine. De methemoglobine komt omhoog en neemt weer af. En hier de hemichroom uiteindelijk. Die blijft toenemen tot een bepaalde waarde. En dat hier 600 dagen. En dat gaat daarna nou ja, gaat het een beetje naar een plateau toe. En als je dan dat model toepast. Dat model wat ik... net liet zien, waarbij die bloedlaag op dat substraat zat. Hè, waarbij we die Kubelka-Munk-vergelijking gebruikt, of die eendimensionale diffusievergelijking. Zie je hier dat we heel goed, dit is de echte leeftijd en dit de geschatte leeftijd, dat we die heel goed kunnen bepalen tot 2 jaar nadat een bloedvlek op buiten het lichaam is gekomen. En ineens kan je natuurlijk bepaalde gebeurtenissen in de goede volgorde zetten. Tijdsvolgorde. Je kan een bloedvlek of een bloedspoor kan je hangen aan een bepaald delict. Je kan de volgorde bepalen als jouw tijdsresolutie goed genoeg is. Dus dat zijn dingen die je ook kan doen met die gereedschapskist die jullie inmiddels hebben. En daarbij sluit ik even de forensische toepassingen van de hyperspectrale imaging af. En gaan we even 10 minuutjes pauze nemen. En dan ga ik verder met deel 2, waarbij we dus fluorescentiediagnostiek en fotodynamische therapie kort gaan behandelen met een kleine opdracht. Het zal een korter stukje zijn. Maar blijf aangemeld, kom terug. Dat hebben we natuurlijk nu minder in de hand. En dan ga ik over 10 minuten, dus dat is om 3:10 ga ik door.